welkom weer bij een filmpje van Creations by Jolan. En wat gaan we vandaag doen? Nou, ik heb gisteren een hele leuke workshop gegeven waarbij we dit kaartje gemaakt hebben met bijpassend envelopje. En ik dacht, nou, laat ik jullie laten zien wat ik gedaan heb. Nu heb ik een wat groter kaartje gepakt. Dat is een kant-en-klaar kaartje met bijpassende envelop. En die heb je in Whisper White, maar je hebt hem ook in Very Vanilla. En even kijken, volgens mij had ik hier zo de grote catalogus. En je vindt het op bladzijde 136, hier zo rechts in de hoek. Je krijgt 20 kaartjes en 20 enveloppen voor €8,50. Dus dat is een net bedrag. Als eerste gaan we even het noodkaartje even met onze ril even goed rillen. Dan zoek ik even een velletje wat ik hieronder kan doen. Maar dat wordt even lastig, zie ik. Dus ik ga even de achterkant gebruiken van een gridpaper. Ik heb gebruikt de kleur Night of Navy. En je hebt van die hele handige blending tools. Oh, van Stampin' Up. En die zijn gewoon ideaal. Even kijken of ik goed zit. Ja. Je neemt gewoon een beetje inkt op en je werkt van buiten naar binnen, al draaiend, op deze manier. En je gaat gewoon net zo lang door totdat je tevreden bent. Dus je werkt van buiten naar binnen. En dit kun je natuurlijk ook met andere kleurtjes doen. Nou, dan zien jullie gelijk waarom ik even een gridpapiertje eronder wilde hebben. Dan wil ik de bovenkant vrij donker hebben. Dus ik neem even iets meer inkt op. Maar nogmaals, dit is gewoon heel persoonlijk. Nou, dan zien jullie gelijk al wat mijn bedoeling is. Dus de bovenkant is vrij blauw en dat doe je met zo'n blending tool. Stampin' Up heeft ze ook en ze zijn gewoon echt ideaal. Nou, even mijn inkpad dicht doen, want ik ken mezelf. Ik heb al wat voorbewerkt en ik heb uit de set Winterwensen. En dat is een Nederlandse set en die heeft bestelnummer 154913. Een aantal sterren uitgestanst. Dus ik heb alvast een aantal gestanst. Het is gewoon een hele leuke set met ook een handig frame. Ik ga er nog even een paar bij stansen. En daarvoor gebruik ik dus het mini stansapparaatje. En die is echt gewoon ideaal. Zo. Even een stukje Night of Navy kaartstok erbij pakken. Ik pak gewoon even een restje wat ik hier nog heb liggen. En dan mijn stansapparaatje. Kijk, ik zal hem even zo. Kunnen jullie gelijk zien dat het een lekker rommeltje is op mijn bureau. Maar ik ben gewoon een beetje druk geweest met allerlei leuke workshops. Nou, dit is gewoon zo'n fijn apparaatje. Makkelijk om mee te nemen. Want gisteravond had ik op locatie een workshop gegeven. En ja... Gewoon handig. Je hoeft niet zo te sjouwen. Ik zal er nog even twee extra uitdraaien voor de zekerheid. Die vouwen weer dubbel. En je kunt hem dus heel makkelijk meenemen. Dat is dus het voordeel van dit kleine stansapparaatje. Nou, dan pakken we ons kaartje weer. En dan... Ja, je gaat gewoon even kijken van hoe vind ik het mooi, wat wil ik hebben, of hoe wil ik het hebben. Oh. En met een beetje lijm plak je het vast. Even kijken of er een beetje lijm nog uitkomt. Dus ja, jullie zien... Eigenlijk is het een heel simpel kaartje, maar geeft het gewoon een heel leuk effect.
dat er wat lijm naast zit, is niet zo'n ramp. Plak ze gewoon ook iets eroverheen. Ik moet toch even weer dat gritpeper erbij hebben, want zo, anders krijg ik allemaal op de onderkant lijm. Want doordat ik het nu een beetje snel zit te doen, gebruik ik dus ook een beetje te veel lijm. En dan wordt het een beetje geklieden. En dat vind ik eigenlijk nooit zo prettig, maar goed. Dus op deze manier plak je je sterren op je papiertje. Totdat je tevreden bent. En laat ze dus gerust eroverheen vallen. Dus nogmaals, ik doe het iets te snel, waardoor ik een beetje veel lijm heb. Maar als het zometeen droog is, zie je daar dus niks meer van. Hier net twee uitgestanst. Die wil ik ook eigenlijk graag hebben. Heel vaak ziet het er zo uit. En wat je dan moet doen is... Kijk, hier zitten van die gaatjes. En daar prik je even in. En dan kun je op deze manier zo je stansje eruit trekken. Dan zitten er in het midden zo nog een paar friemeltjes. Die willen we niet. Kijk, dan kan daar nog eventueel wat. En ik wil eigenlijk hierboven nog een stukje. Even dit goed neerleggen. Nou, ook hier. Even in het gaatje. Je haalt hem er voorzichtig uit. Deze fiemeltjes haal je er zo ook even uit. En dan kun je dus gewoon even kijken hoe je het nog wil hebben. Ik wil ze iets dichter op elkaar. Oh, hier ligt er ook nog één, zie ik. Nou. Nou, op deze manier heb je dus heel snel een leuk kaartje. En als jullie net goed gekeken hebben, dan zie je dat ik er nog een beetje glimmend laagje overheen gedaan heb. En dat is dus de Winkel Stella. Nou, dan wil ik hier eigenlijk nog een stukje. Ik knip hem dus gewoon even door midden. De bedoeling is dus dat je dit gewoon een beetje ton sur ton opplakt. Oh, hier komen. Op deze manier. Nou, het overtollige knip je er gewoon even af. Waar is mijn grote schaar? Oh, die ligt naast me. Dus het overtollige knip je er even af. Zo. Zo, dan heb ik hier nog een stukje. Oh, dat wil niet helemaal zoals ik wil. Dan had ik hier de Winkel Stella. Even kijken. Oh, hier heb ik hem liggen. Even een beetje schudden. Ik heb zilver. Oh. Klein beetje erin knijpen, niet te veel. En is die bijna leeg, vul hem dan gewoon nog even een beetje met water. En dan ga je hier voorzichtig overheen. Nou, ik merk dus dat die van mij bijna leeg is. Of ik doe het iets nu te voorzichtig mee. Even kijken. Oh, hij zit niet verstopt. Oh, daar komt hij al. Hij is leeg. Nou, ik ga er even een beetje water in doen en dan kan ik hem gewoon nog een paar keer gebruiken. Ik heb er dus nu net een paar druppels water in gedaan. Want hij was inderdaad leeg. Ik heb even goed geschud. Kijk, en op deze manier krijg je dus dat leuke effect. Het glinstert heel mooi. Je gaat er gewoon overheen. Heel ietsjes knijpen, zodat ik niet te veel krijg, want dat is niet de bedoeling. Nou. Ik ben tevreden.
uit het papier, even spieken hoe dat heette, Bedazzling. Ponste ik zo'n leuk hertje. Dat gaat best lastig. Want het is best dik papier. En dat wil ik ongeveer hier hebben. Dat heb ik dus niet verhoogd met een paar dimensionals. Maar dat heb ik gewoon zo opgeplakt. Dan zou je hier eventueel, dat lijkt mij, omdat dit kaartje wat groter is, ook leuk een touwtje kunnen doen. Ik heb hier zo Bring on Christmas. Dat komt ook uit een Nederlandse set. Maar ik wil nu graag warme wintergroetjes. En dat ga ik embossen met goud. Even kijken of ik de klein kerstwensje. Oh, hij zit op de andere. Of dat gaat passen. Oeh, dat is wel heel lang. Dat vind ik niet zo leuk. Dan krijgen we schitterende feestdagen. Dat is beter. Plak ik even op een blok. Nou, ik heb er alweer een rommeltje van gemaakt, zie ik. Zoals altijd. Nou, ik heb hier een restje Whisper White. En waar zijn mijn spullen? Oh, ja. Dan ga ik even het anti-statische weghalen. Als blijf overal zometeen de poeder aanplakken. Ik gebruik Versamark. Gauw weer dicht en opruimen. Dan heb ik mijn embossingpoeder altijd in trommeltjes zitten. Even kijken, oh, dit is wit. Die willen we niet, want ik wilde goud, riep ik net al. En die zit natuurlijk helemaal onderin. Even kijken, zilver. Nou, ik ben weer handig bezig. Ik dacht dat ik de juiste al gepakt had. Maar dat is dus niet zo. Hier heb ik wel goud. Ik had het verkeerde trommeltje. Want wit op witte, dat zie je natuurlijk niet. Heel vaak heb ik al een nieuw potje in zitten. En ik gebruik altijd een lepeltje. Dat vind ik altijd makkelijk. Je pakt gewoon je restje papier. En je ziet gelijk al dat het netjes uitziet. Even aftikken. Ik doe hem onmiddellijk altijd dicht, want ik ken mezelf. Dan pak je een heat tool. Stampin' Up! Heeft hele fijne heat tools, maar ik heb een andere. En dan verhit je het even. Je houdt het in een beweging boven de poeder en dan zie je het vanzelf smelten. Het duurt eventjes, het moet even warm worden. Dus je moet altijd wel even geduld hebben. Niet je heat tool te dicht erboven ophouden. Vooral als je andere materialen gebruikt. Want dan heb je heel gauw dat het krom gaat trekken. Zo. Kijk. En wat ik altijd graag doe, natuurlijk kan ik dit uitponzen. Maar ik vind het leuk om het een beetje uit te knippen. Maar goed, dat is gewoon heel persoonlijk. Er zijn genoeg ponsjes die hierbij passen. Nou, gewoon op deze manier. Laat het schaartje het werk doen en je draait eigenlijk ja, met het papier. Dus het is niet het schaartje wat eigenlijk draait. Dus gewoon op deze manier. Zo. Daar gebruik ik wel graag dimensionals bij. Want ik wilde hem iets omhoog laten komen.
Dus gewoon even twee dimensionals. Komt hij er nou onderuit? Ja, hij komt er iets onderuit. Doe hem ietsjes hoger. Zo, ja, nu gaat het goed. En dan plak je hem dus zo op je kaart. En op deze manier heb je dus heel simpel een snel kaartje. Nu had ik ook nog beloofd om even een bijpassend envelopje te maken. Nou, daar had ik gewoon hetzelfde voor gedaan. Kijk even wat de bovenkant is, want ik ben zo'n oen dat ik hem rustig zo hou. Ik doe altijd in de linkerhoek een stempeltje of net wat ik leuk vind. Dus je pakt weer je stempelblok in de kleur Night of Navy. Van buiten naar binnen draaiende bewegingen maken. En dan nemen we zo'n leuke stempel uit de set. Hè? Winterwensen, daar was ik mee bezig, had ik jullie al verteld. En pak er gewoon eentje die je leuk vindt. Dat kan een grote of een kleine zijn. Dat is net wat jouw voorkeur heeft. Ik stempel één hier in het hoekje en dan stempel ik nog wat af. Nou, ik ben eigenlijk wel tevreden. Ik vind dit eigenlijk genoeg, want ja, het hoeft gewoon niet zoveel te zijn. Het gaat gewoon om iets dat je ziet dat het gewoon een leuk feestelijke envelop is. Nou, en dan is dit het resultaat. Ik weet niet of jullie het zo kunnen zien. Ik zal hem iets dichterbij halen. Kijken. Nou, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden en tot de volgende keer.